We staan bij Hilda, Hilda Kibets, Amsterdam Marathon. Hilda, 2 jaar geleden liep je hier ook. Toen had je 2:32. Vandaag loop je 2:30. Is het een tegenvaller? Nee, ik ben tevreden. Ik heb 2 jaar gelopen en ik voel me heel beter dan 2 jaar geleden. So, en ook ik ben tweede vandaag overal en Eastern voor de National Championship. So, ik ben tevreden. Het is de eerste Nederlandse titel die je wint op de marathon. Je bent al Nederlands kampioen 10 kilometer op de weg in Schorel. Nu de Nederlandse titel hier. Wat betekent dat voor jou, een Nederlandse titel? Heel mooi en heel leuk. En, kijk, ik heb nooit een medaille gekregen. Maar ik ben heel tevreden. 2 medailles nu voor de kampioenschap. Ik ben heel tevreden. Je had ook een goede voorbereiding. Je loopt een nieuw persoonlijk record op de 10 Engelse mijlen. De Dam te Damloop. Dan komt deze Amsterdam Marathon. Waar ging het toch nog ietsje mis? Zo rond 36 kilometer geloof ik, hè, dat je problemen had. Ja, denk ik. Ja, 25, 36 kilometer ging niet zo goed. En 2 jaar geleden was, denk ik, 18 kilometer ging niet goed. Maar nu gaat beter, stok beter. En kijk, ik ben heel goed getraind en dit is de 2e marathon. En ik denk dat marathon misschien, ik moet misschien 3 tot 4 marathon lopen. Dan mijn benen ging, it's going to be getting better and get experience, ervaring. Je hebt op de baan, heb je al ook dit jaar een nieuw persoonlijk record gelopen. Volgend jaar toch wat meer marathons gelopen in plaats van op de baan? Ja, denk ik in april misschien 1 marathon en ook na misschien november ook een marathon. En dan in between misschien op de baan. Het EK-marathon, heb je daar nog plannen voor? Of wordt het toch nog de baan? Denk ik op de baan. Omdat ik wil 2 marathon lopen vorig jaar. Vorig jaar? Ja, volgend jaar. En het past niet, omdat als ik loop in april 1 marathon, dan augustus is heel te kort. So ik ga april marathon en november marathon en dan augustus voor de 10 op de baan. Ook daar is natuurlijk belangrijk, vanaf de baan, je neemt veel snelheid mee in de marathon. Dat is een voordeel, neem ik aan, hè? Die combinatie van baan en weg. Voor de future, you know, als je wil heel goed marathon lopen, misschien 2:22, je moet heel veel snelheid hebben in je benen. En daarom moet ik nu investeren voor de marathon. En daarom doe ik baantraining en ook de werk en dan voor de marathon. Het is een succesvol seizoen voor de familie Kibet, want je zusje Sylvia heeft het heel goed gedaan. Mooie medaille bij het wereldkampioenschap. Trainen jullie wel eens met elkaar? In vorig jaar, denk ik, in november, december en januari, ik heb met haar getraind. En niet voor de marathon, omdat zij doet 5 kilometer. En marathon, Sylvia is mijn voorbeeld. En ja, ik was heel blij dat zij de medaille gelopen. Zij heeft heel hard getraind, de laatste jaren, misschien 10 jaar hard getraind. En altijd zij was 4e. Maar nu 2e, het was heel goed en ik was heel blij. Je gaat nu terug naar Kenia, neem ik aan. Er moet ook geoogst worden, heb ik gehoord. Een stukje land hebben jullie daar, moet nog geoogst worden, klopt dat? Ja, wij misschien volgend jaar wij willen huis bouwen. En ja, misschien in Kenia blijven en nog in Nederland. So, twee homes. En nu heeft 2 medailles, niet medailles, maar bergen gewonnen. 1 voor Nederland en 1 voor Kenia. Ga je nog wat met de cross doen, Sylvia? Vorig jaar natuurlijk Europees kampioen cross. Gaat dat dit jaar ook nog op het programma staan? Het EK in Dublin, EK cross? EK cross, ik weet niet. Kijk, nu heb ik mijn marathon gelopen. En misschien is het heel te kort voor de EK. En ik moet eerst Rostock, take some rest. Dan daarna, maar misschien denk ik niet, ga ik niet voor de EK. Eerst even lekker herstellen. Ja, dat is belangrijk. Dank je voor je mooie interview. Keurig Nederlands. Dank je wel.